Welkom bij deze online training over wijken, het rijden van hoeken en rijbaanfiguren. Jullie hebben een e-book dat heet Rijbaanfiguren en wijken en daar hoort dit materiaal bij. Het is naar mijn idee altijd een beetje een onderschatte oefening. Zo van ja, die wordt in de L1 en L2 gevraagd en daarna als je er vanaf bent dan oefen je dat niet meer. Terwijl ja, eigenlijk wijken blijf je de hele opleiding van je paard gebruiken. Het is een hele nuttige oefening. Ten eerste om een paard soepel te maken in de buiging. Het is wel heel simpel, als een paard niet op je been reageert in het wijken, dan kan je eigenlijk ook al niet goed een hoek inrijden. Maar wijken doe ik bijvoorbeeld ook in de galop, zowel vanuit de binnengalop als de contragalop. Heel erg goed om het paard recht te richten, aan beide benen gelijk te krijgen. Helpt je bij het verzamelen van het paard. Wijken wordt gebruikt bij het verbeteren van je appiëmenten. Op het moment dat je aan zigzag appiëmenten toe bent, is wijken heel erg belangrijk. Niet alleen het wijken, maar vooral de reactie op je been in het wijken. En ook voor het aanleren en verbeteren van galopwissels kan wijken een rol spelen. Dus wijken is eigenlijk een oefening die je veel meer kan gebruiken. Veel meer dingen dan dat je in eerste instantie denkt.